Zo hé, maak even een backflip. Yo, kijkers van Clonny Games. Leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video op Clonny Games. En vandaag gaan wij weer... Zombies. Garden Warfare. En vandaag gaan wij weer gewoon Team Vanquish doen. Gewoon op de normale manier, als altijd. En laat natuurlijk ook alvast een like achter als je deze video leuk vindt. En abonneer natuurlijk ook nog op Clonny Games. En dan gaan we nu gewoon maar gelijk beginnen. Oké, kijkers, ik zit in de match. En het is gelijk meteen begonnen. De planten staan voor. En... oh ja, ik weet nog bij deze map dat we hier spannen, dat daar de sunflower is. Ik wil die ene friendly... Oh nee, ik wil hem wel hebben. Oké, nice, headshot. Oh shit, ik heb nog die leaping. Wat denk jij? Je moet even worden vermeld. Misschien kunnen we hier even hiden en kijken of ze komen. One shot kill. Hier achter hiden is echt chill. Je moet natuurlijk niet springen. Smoke daarboven. Oké. Jammer. Die op me wel even mooi. Zo hé, maak even een backflip. Oh, die backflip was een beetje messed up. Maar ik ga heel eventjes deze. Zo. En dan go. Tum. Ga gewoon tactiek spelen. We gaan gebruik maken van onze 3D. Ik ga jullie laten zien hoe dat moet. Zo, kan je gewoon daar kijken. Oh shit, ze moeten trouwens wel opschieten. Moet echt snel zijn. Omdat de planten zijn al bijna aan het winnen. Die gingen echt hard, man. Moet wel even opschieten, Dante. Want dit duurt een jaar. Die hebben we. Dat is een clear shot. Oh nee, jij komt ook nog niet joinen op deze backflip plek. Oké, ze hoeven nog maar één kill, want dit gaat niet weg. Dat was een snel potje. Kijkers, ik zie jullie wanneer ik het volgende potje ga joinen. Oké, kijkers, ik zit weer in een nieuwe map en hij heet Crash Course. Deze heb ik al heel vaak gespeeld. Met het dakje, daar spannen de planten, daar de zombies. Agent P. Ja, het ziet er zo mooi uit. Met zijn zwarte blaadjes haar. Zijn de zombies AFK? Oké, blijkbaar niet. Hoe raket dodgen? Ja, ik heb hem gedodged. Nee, ik ben in fire gezet. Dit wordt echt een moeilijk potje. Je hebt een cadeau op je hoofd. Dan kan je me dan schieten. Ik heb ze wel alle twee. Wow, van de zijkant. Jullie hebben lekker sneak hier. Ik wist niet eens dat ik die had, man. Ja, we gaan hem ook gelijk zijn. Oh my god, als een baas. Hij is zo dik. Dit is gewoon te cool. Oeh, die raket. Hoe kan jij achter me komen? Ja, ik was ook op het dak van de zombies, maar dat doet er even niet aan toe. Onion power. Als ze me gelijk neerknallen, word ik kwaad. Hm,
Nice, ik heb even een keeltje gemaakt met de onion. Wil bewegen als onion. Daar ga je. Shit, die airstrike ging je net naast. Of is die afgegaan? Chips, nope, blijkbaar niet. Oh, ik wou nog eventjes... Nope, die had ik echt nooit kunnen hebben. We moeten even op een dak. We kunnen geen eens op een dak. Dan hebben ze ons al als we op één dak gaan. Ja, we kunnen... Oh nee. Oh, blijkbaar wel. Ze komen gewoon echt daar kijken. Ze van, hallo zombies, heel cool. Ik sta hier gewoon, echt als een baas. Oh, ik zit vast in een... boeiend, ik zit vast in een ding. Noem het gewoon. Oh, die hit. De zombies zijn niet aan het ownen. Ik dacht van wel. Nee, die heb ik even flink gedamaged. Die Alstar ook. Ja, jij bent echt flink gedamaged. Yep. Die sensitivity van die Indians staan echt laag. Oh, kwam daar net een sunflower om te killen. Surprise! Je hebt verband! Waarom kom je dan in deze strijd? Je hebt gewoon verband! Waarom kom je dan in deze strijd? Tegen de zombies. Tegen die zombies. Jammer! Je leeft niet meer. Hey, dit is Plants Territorium! Zijn ik vanquish? Zijn dat niet goed vanquishes? Vanquish. Ik kan wel vanquish, maar niet vanquishes. In je mode. Dit gaat het gewoon clear maken. Sorry. Rusten. Dat ene schot. Laat het laan schade natuurlijk wel, hè. Ja, ik weet dat dit geen goede plek is, maar Indian Mode activate. We hebben gewonnen. Nu heeft hij opeens een gouden bruine, gouden lichtbruine tong. Eerst had hij een hele erge bruine tong of zo. Of zijn dat de zombies? Ik denk dat het wel zo voor vandaag is. 2 matches in 1 video. Is best wel genoeg, vind ik. Kijkers, ik zie jullie bij de volgende video. Later.